De overheid kan niets anders doen dan bemiddelen in de occupatiezaak van Sunny Point, omdat het om privéterrein gaat. De eigenaar van het stuk grond wil geen grondcompensatie, maar is wel bereid de gronden waarop er gebouwd is te verkopen aan de occupanten. Dat gaf de ROGB-minister Roline Samsudien gisteren aan in DNA. Als wij de mensen daar willen laten wonen, betekent dat de overheid dat terrein van die verkavelaar moet kopen. En de verkavelaar wil vooralsnog geen compensatie in terrein hebben, maar contant en liefst in euro. En u begrijpt dat wij dat geld niet hebben. De overheid heeft dat geld niet. Nu is er, als ik even door mag gaan, nu is er met de verkavelaar afgesproken dat zij een inventaris hebben gehouden onder de mensen. En het wordt hier een heel ander verhaal verteld, want die desbetreffende verkavelaar heeft met de mensen afgesproken dat zij in de gelegenheid worden gesteld om het terrein te kopen. Er is zelfs een financieringsmodel uitgewerkt met ze en de mensen gaan de terreinen kopen. De parlementariërs Edward Belfort en Krishna Mathura hebben hun bezorgdheid geuit over deze kwestie. Belfort vindt dat de overheid wel in staat is een oplossing te brengen in het occupatieprobleem van Sunny Point. Hij deed een beroep op de RGB-minister de zaak zo spoedig mogelijk op te lossen. Mathura is van mening dat de overheid niet goed omgaat met rechten van burgers. Ik krijg het gevoel alsof de regering de burgers in de steek laat. Het recht op eigendom is verankerd in de grondwet en dat recht moet de regering verzekeren. Ja, dat recht moet beschermd worden door de regering. In dit geval hebben mensen keer op keer gevraagd: geef me de bescherming. En de regering is niet in staat geweest om die bescherming te geven aan de mensen. En wat ik de minister nu hoor, is dat het wordt verschoven naar de eigenaar om een oplossing te zoeken. En dat zou nooit mogen. En het tweede wat ik ook hoor, is het recht op woning, het recht op een stuk perceel, is ook een recht dat verankerd is in de grondwet. Ook een recht waar de regering moet zorg dragen dat mensen een stuk perceel krijgen. Parlementariër Mathura gisteren in DNA bij het agendapunt ingekomen stukken. Ze stelt voor dat de overheid bemiddelt in zaken het occupatieprobleem van Sunny Point.